Kan je nog wel dragen, denkt u? Ja. Ja, je moet niet de harte de bok door. Oh, is een plastic. Oh ja, ja, snap. En wat zeg jij dan tegen die meneer? Nou, dat is een kei goede zaak, hè? Ja, kijk. Heb je gewoon nog een teerhond meegenomen of niet? Ja, je loopt met soep hierom. De soep rond, ja. Dus die actie, tegel eruit, plant erin. Ja. Weer een versteening van de tuin. Loopt het al goed eigenlijk? Zijn er al mensen die al een steentje hebben bijgedragen of niet? Weet ik niet. Of Jeroen Bent? Ja, klopt. Een blauwe vader, wat is dat eigenlijk? Tegenwoordig mag je niet meer spuiten op verharding tegen het onkruid. En ja. Daar hebben wij deze heet watermachine voor, om onkruid te bestrijden met heet water. Waarom is dat water of heet? Is het water? Dat gaat richting de 85, 90 graden gaat dat water. Dus het water zorgt eigenlijk voor verbranding, zodat het groen verdwijnt? Precies, je doet het bladgroen van de plant verhit je, ja. Zodat die cellen kapot knappen en daardoor... gaat het onkruid gaat die door? Ja. Gaat het op, is dat een rijdig geheel of wat nee, is het eigenlijk? Deze machine zetten we op de aanhangwagen. Ja. Er zit een lange slang erbij, ja. Van 45 meter. En dan hebben we een spuitlans. Ja, oh, daar ga je mee langs overal? Waar je zeg maar ja. Nou ja, over het straatwerk heen gaat en dan het met heet water bestrijdt. Ja. En hoeveel liter gaat daar in? Hier kan 800 liter water in. Dus dat kun je nog even? Daar kun je over een halve dag daarmee vooruit. En dan hier binnenin zit dan een motor en een verbrander, zeg maar, wie het water warm maakt. Is dat wel zo geschikt voor particulieren? Maar dat is een behoorlijke investering, heb ik de indruk. Ja, maar tegenwoordig, wij zelf mogen niet meer anders. Ja. Dus ja, je moet wat. Oh, je kunt anders... ook huren? Of dat jullie langs gewoon? Ja, wij doen het zelf en wij kunnen bij de mensen langs. Stuk van 40 bij 40 mei. Als dat paardje van de muur. Normaal moet je zijn we net nieuw punt. Vorige week zijn die bij ons neergezet. Alleen wat. Zo, ik zie dat hij alweer aan de weg timmert hier, letterlijk en figuurlijk. We zorgen weer even voor herrie hier. Ja, nou goed, wat getimmerd wordt, dan levert ook weer extra aandacht. Wat bent u aan het maken? Dat weet ik eigenlijk nog niet. Oh, dat is een groot geheim dus. Een heel groot geheim, ja. Ik doe maar wat. Ja. Ik ga gewoon een beetje achter de steen aan. Ja. En dan zie ik wat eruit komt. Wat is dat, zo'n zandsteen, Bentheimer? Dit is albast. Oh, en dat is zacht gesteende? Redelijk lekker te hakken. Ja. Dat is een beetje hetzelfde als als de witte daar. Ja. Dat is deze. Oh, die is helemaal van glazuur voorzien geloof ik, of niet? Ja, die heb ik flink gepolijst. Ja. En dan zetten we ze in de was, in de steenwas. Ja. De uil is van marmer, dus dat is duidelijk harder. Ja. Oh, die neemt Baudet, hè, van Forum, hè? Is dat zo? Ja, die is gek op uilen en al zulke dingen, dus aan het over. Nou, ik krijg hem niet hoor, ik ga nee? Zelf. Oh, je maakt de kunst gewoon voor jezelf? Of gaat er nog wat in de verkoop? Als men daar interesse in heeft. Ik heb voordat het eruit is al, hè. Ik zie dat staat hier dat die goed gemutst het weekend in gaat. Ja, dat is... Nou, dan heeft hij die muts ook op natuurlijk. Ja? Dan heeft hij die pet ook op. Ja, ook dat. Ja. En zitten die goed? Ja, dit zit goed. Dit zit goed, ja. Ja? Dus die zijn wel geïnteresseerd in deze aangebod. Ik vind dat die vrouw met die wol, dat is wel niks. Dat is wel niks.
Ja. Ik loop er wel wat vaker. En deze heb ik een mooie pen erbij.